Door meer geen benen? Nee, maar door meer geen benen. Ik voelde gewoon, ik moest iets gaan doen. Hè, tuurlijk. Voor dat mensen. Ik, ja. moest, ik wilde gewoon iets voor dat doen. Ja, wat dan ook. Ja, wat dan ook. En toen kwam eigenlijk het vervelende of het nare of het leugenachtige eigenlijk. Toen lieten ze me zo een wond zien. Een wond? Ja, ze liet een wond zien op haar dijbeen. Ja. Op de dijbeen liet ze een wond zien. En toen zei ze dat die wond was aangebracht. Door? Door diezelfde man. Ja, op dat moment knapte er iets bij mij. Ja, kreeg ik het wit voor de ogen. Ja. En ik ben eigenlijk in een vlaag van agressie en beschermdrift eigenlijk. Ja. Ben ik die man op gaan zoeken. Ja. En ben met een stuk steen. Stuk steen. Een stuk steen had ik bij me. Had je meegenomen? Dat had ik meegenomen, ja. Dat zei hem nog even gegeven. Neem dit dan mee, zei ze. Als je dan toch naar hem toe gaat. Voor de zekerheid. Voor de zekerheid. En toen had ik natuurlijk al beter moeten weten. Ja. Toen ben ik op die man in gaan beuken. Ja. En die man is aan zijn verwondingen overleden. Zo. En daar heb ik 3 jaar voor in de gevangenis gezeten. Gezeten in de gevangenis. Ja. Nou, en toen ben ik, daar kwam ik er weer uit. Ja. En toen ben ik teruggegaan naar het dorp. En weer gelijk naar het beekje gegaan. En daar zat ze weer. Ze was hier nooit te komen opzoeken. Ze is me nooit komen opzoeken. Ze heeft nooit iets gezegd. En toen kwam ik bij de. En toen zei ze van dat het dan wel heel moeilijk voor de lach. En dat ze niet wist of ik er wel prijs op zou stellen als ze was gekomen. Ja. En toen vertelde ze me weer een verhaal dat ze was nu een nieuwe huurbaas. Was er gekomen? Was er gekomen. En die deed ook weer moeilijk met de huur. Jezus. Ja, deed weer heel moeilijk met de huur. En dat haalde bij jou in, dat deed bij jou eigenlijk iets. Ja, toen knapte er eigenlijk meteen alweer iets. Knapte er iets. Knapte er meteen weer iets. Want deed jij natuurlijk denken aan wat er gebeurd was. En alles wat er gebeurd was. En toen ben ik eigenlijk... Stantepeden ben ik toen weer naar die man toe gegaan. Had je ik toen heb gezegd, hoor eens even, ik weet niet of je weet wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Ja. Nou, daar had hij dan niks mee te maken, zei hij. Oh. Ik moest hem niet bedreigen. Dat moest je niet doen, nee. Dat moest ik niet doen. Dat moest je dan zogenaamd niet doen. Nee, dat moest ik dan in één keer niet doen. Ik zeg, ja hallo, u bent hier bezig gewoon een onschuldige vrouwen een beetje... het leven zuurt dan maar... Ja, het dak boven en half weg te kapen. Tuurlijk. Dat hoeven wij natuurlijk niet te pikken. Nee. En toen, dat kwam tot een handgemeen. Zodoende kwam het tot een handgemeen. En toen ben ik... als gevolg daarvan, want die man is ook aan zijn verwonding overleden. Oh ja. Ben ik als gevolg daarvan ben ik toen opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ja, ja. Daar heb ik toen 5 jaar doorgebracht. Wou ze het naadje van de kous weten? En dan wilde ze het naadje van de kous weten. En toen heb ik met zo'n psychiater heb ik zitten bakkeleien over het een en ander. Ja. En die man die is toen naar het beekje gegaan. Oh. Ja, die is ook naar het beekje gegaan. En die is toen ook in contact getreden met een van die vrouwen. Ja, want jij wist nog steeds niet dat het er 2 waren. Ik wist nog steeds niet dat het er 2 waren. Al die tijd niet. En toen die man, dus mijn psychiater, die heeft toen een kort gesprek gehad met een van de 2. En die is eigenlijk niet lang daarna ook in een soort geweldsdelict verzeild geraakt. En om het leven gekomen zelf? Zelf om het leven gekomen en daarbij iemand in zijn dood meegeschuurd. Ja, ja, die aan zijn verwondingen is bezweken. Aan de verwonding is bezweken. Dus het was natuurlijk een netwerk van sadistische... Intriges. Intriges, hè, waar ik in verzeild was geraakt. Ja. Ik kom die inrichting uit. Tuurlijk. En ik dacht bij mezelf van ik moet niet meer teruggaan naar het beekje. Nee. Je had je lesje gehad natuurlijk. Ik had mijn lesje gehad, dus ben ik in Haarlem gaan wonen. Oh, ja. En toen op een dag wordt er gebeld en ja hoor. Wat? Staat ze aan de deur. Gods allemachtig man. Staat aan de deur. Ja, zo. Ja. Sakai. Met een heel verhaal. Ze woont ook in Haarlem. Van dit en dat en een zus en zo. Ja, en er was dan iets met de huurbaas. Was er weer iets met de huurbaas? Was weer iets met de huurbaas die al schijnt te... Die lag weer dwars. Die lag dwars en die probeerde haar eigenlijk geld te ontfutselen. Geld te ontfutselen en daarbij proberen haar aan te zetten tot seksuele handelingen. Zo. Maar op het moment dat ik dat hoorde, knapte er weer iets. Hè. Ja. En toen ben ik eigenlijk gelijk naar die man toegegaan. Op hoge poten? Op hoge poten. Ik heb gezegd hoe het allemaal zat. Maar hij wist dan van niks. Ik zeg, je moet niet liegen tegen me. Zo.
Hopsakee, zei jij. Ja, zei ik tegen hem, niet tegen me liggen. Nee. Nou, hij zei, nou, ik weet echt van niks. En nou, toen had hij het natuurlijk verbreid. Toen had hij het verbreid bij mij. Verbreid bij jou, ja, natuurlijk, ja. En dat leidde weer tot een handgemeen. Ja. En, waarbij diverse gerichte klappen vielen natuurlijk. Ja, diverse gerichte, dat was een klein mannetje. Ja, je had hem zo plat. Ja, het was eigenlijk een soort lilliputter. Mm. Misschien net 5 centimeter erboven, maar veel schilderde niet. Nee. Daar ben ik dus op in gaan beuken. En daar zijn ze eigenlijk nooit achter gekomen. Dat was een geluk. Dat was een geluk bij een ongeluk voor jou natuurlijk. Maar hij is wel aan zijn verwondingen, dat we zeggen, ten onder gegaan. Ten onder gegaan. Oh ja. Enfin, om een lang verhaal kort te maken. Op een dag kreeg ik dus een brief. Ja. Van haar. Of Unie, dus eigenlijk. Ja, maar jij dacht nog steeds. Of ik langs wilde komen, want er waren problemen. Oh. Er waren problemen. Was, ja, stond aan de knikken. Ik stond aan de knikken met de belasting of zo. Oh. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Hmm. Een dag eerder dan er stond op de brief. Ja. Want jij hield het niet. Ik hield het niet. Ik bel aan. Ja. En er wordt opengedaan. Er staan 2 identieke zussen. God. En op dat moment besef ik dus. Dat je al die tijd voor de gek gehouden bent. Dat je al die tijd niet geweten hebt. Welke van de twee je nou eigenlijk. Wat heb je toen gedaan? Wat is er toen met je gebeurd? Ja, op dat moment krijg je natuurlijk zwart voor de ogen. Knapte er iets. Ik knapte iets, hè. Wat heb je toen gedaan? Toen heb ik ze met die koppen zo, ben ik ze tegen elkaar gaan beuken. Ja, ja. Tot het potje, de potjes open lagen. Tot de potjes allemaal open lagen, ja. Toen ben ik met een heel voldaan gevoel weer terug naar het beentje gegaan. Ja, en lekker gezwommen. Lekker gaan zwemmen. Even van je afgespoeld natuurlijk, hè. Dat was van afgespoeld. Ja, zo moet het ook. Kan ik niet anders dan constateren dat de Indianen, mm-hmm, voor mij als volk, ja, als cultuur, ja, dat die op mij de meeste indruk gemaakt, ja, ja, hebben. Ja. En ik ken ze natuurlijk voornamelijk van de boeken, mm-hmm, zoals die daar zijn, geschreven door schrijvers. Ja, ja. En die vooral zijn schrijvers uit het Indianenmilieu, oftewel die ermee vertrouwd waren, ja, met het Indianenmilieu. Mm-hmm. Dus niet iemand die maar uit zijn duim loopt te zuigen. Nee. Een echte affiniteit, oprechte affiniteit met het Indianenvolk en hun cultuur, ja, daaraan heel erg nauw verbonden, mm-hmm, was voor mij cruciaal in de afweging over de beslissing of ik al dan niet een boek zou lezen, ja, ja, in zaken de Indianen die op mij als volk veel indruk gemaakt hebben. En natuurlijk hebben ze hun slechte kant, ja, gehad en nog steeds. Ja. Sommige zijn ook weer weggegaan, ja, maar er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Ja, 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 ja. Dus dat is eigenlijk om het even. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel boeken, daar komen wel Indianen in voor, maar gaan met name over bijvoorbeeld over cowboys. Ja, precies. En daar zijn voor mij geen Indianenboeken. Nee, nee. Daar zijn voor mij cowboys en Indianenboeken. Waar een totaal ander genre is, ja, waar een hele andere sfeer van uitgaat, wat, ja, een hele andere functie heeft binnen de maatschappij en binnen mijn ervaringen, ja, als lezer van Indianenboeken. Ja, ja, ja. En dat wordt door heel veel mensen nog vaak verkeerd begrepen. Plus dat er weinig mensen zijn, eigenlijk ken ik ze zelf niet, nee, die zichzelf deze vraag in precies deze formulering hebben gesteld. Ja. En volgens mij bestaan die mensen ook niet. Nee. Maakt daar iets uit? Denk, nee, ook niet. Nee, maar zolang jij zelf. Dus dan speel je eigenlijk kiet. Ja, precies. Dan komt het van de ene kant. Van de ene kant terug naar de andere kant. Dus ja, ja, WIP-effect, zoals mijn vader dat noemde, maar die is er niet meer. Niet meer. Nee. Maar dan heb jij dus heel erg, zeg maar, dus echt heel erg gespecialiseerd in de Indianencultuur. Ja, en wat mij opvalt is dat er dus in zo'n dorp, ja, zo'n Indianendorp, ja, waar dan tenten stonden daar. Ja, wigwams. Wigwams, ja. En van dus die, de Indiaan sliep in een wigwam, mm-hmm, en zette vallen, ja, om beesten te vangen, die, ja, dan door de squaw, ja, waar dus een Indianenwijf is eigenlijk, ja, die maakte dan die bever of het hert of wat dan ook gevangen, ja, was in de val die de Indiaan had gezet. Ja. Of daar moet ik trouwens nog even bij zeggen, met de pijl en boog. Ja, ja, dat kon natuurlijk ook.
De Indianen hadden dan een pijl en boog, en dan joegen ze zo'n pijl bij zo'n wild beest naar binnen, zodat die van de pijn eigenlijk omviel en stierf. En dus opgegeten kon worden. Ja, en dan de huid toch weer voor andere dingen gebruikt kon worden. Ja, zoals een nieuwe wigwam. En als er nou in zo'n Indianendorp met van die wigwams zeg maar een probleem was, hè? Was er dan een zeg maar centraal aanspreekpunt of? Nou, dan kon je met twee mensen terecht. Dat was of het opperhoofd, die je kon herkennen doordat hij gewoon veel meer veren om had. Ja. Of de medicijnman. Oh, de medicijnman. Ja, de medicijnman die wist ook vaak raad. Of deed alsof hij raad wist. Want waar mij op is gevallen is dat zo'n medicijnman vaak gewoon iemand was die dan met een hoop hocus pocus, een hoop poeha eigenlijk. Mm-hmm. En dan was een stokje waar hij dan vasthield en dan zogenaamd dingen mee kon. Waar helemaal niet waar was. Waar niet waar was. En zo gauw het dan was gaan regenen, dan zei hij van ja, waarom denk je dat regent? Omdat ik net in mijn tent heb staan te dansen als een halve gare. Terwijl, bewijs dat maar eens, snap je? Ja. Maar die werden dan om advies gevraagd, wat ook weer verklaart waarom ze eigenlijk uitgeroeid zijn. Ja. Want als je het daarvan moet hebben, dan zit je niet goed. Dan zit je denk ik sowieso op het hellend vlak. Op de schopstoel eigenlijk. Op de schopstoel. Ja. Maar wat ze dan ook vaak deden in de weekenden, als ze dan zochten ze een blanke. Ja. En die namen ze dan mee. Ja. En die bonden ze aan een totempaal. Oh. Werd die vastgebonden gemarteld. Ja. En dan weer vrijgelaten, al dan niet. Dat is in het weekend. In de weekend. In de weekend. Ja. Was dat dan dat ze de haar eraf sneden? Die kop eraf sneden? Ja, het scalperen. Scalperen werd daar genoemd. Ja. Dan werd de haren werden eigenlijk met het vel erbij van de kop afgesneden. Nou, met een tomahawk. Dat is ook al geen doen natuurlijk. En ze hadden dan ook een tomahawk. Een tomahawk? Een tomahawk. Wat is een tomahawk? Een soort bijltje. Oh. En eigenlijk de uitdrukking van het bijltje erbij neergooien, komt ze eigenlijk van de tomahawk laten liggen ergens. Bij je wigwam. Ja. Ja. Eigenlijk zou dat historisch gezien een correctere etymologie zijn? Ja. Om te zeggen, ik heb mijn tomahawk bij de wigwam laten liggen. Ergens. Ja. Dan raak je veel meer de kern van het gezegde zelf. Van het gezegde zelf. Nou snap ik hem ook. Ja. Nou snap ik hem ook. En daar zijn we weer, dames en heren, met ons prachtige spel. Spastici proberen de woord van stouwen. En als eerste kandidaat Elko staat alweer hier bij me. Hallo. Hallo Elko. Hallo. Wil jij proberen om de vork van stouwen? Ik ga het proberen. En dan gaan we. Ja. Hopsakee. Mislukt. Ja. Nou, dag Elko. Dag hoor. Vond het heel leuk om mee te doen. Ja, de volgende kandidaat is Bob. Bob gaat proberen om de vork van stouwen. Ja. Hier is de vork. Ja. Hopsakee. Mis. Mis. Wegwezen. Wegwezen Bob. Je bent af. Je bent af. Je hebt de vork niet vastgehouden. Dus ben je af. Oké, dag. Daar is Kareltje. Kareltje, ik ga proberen om de vork van te houden. Hier is de vork, Kareltje. Ja, maar dat was al een stuk langer. Ik was al lang, hè? Ja, een stuk langer dan de vorige kandidaat. En daar is alweer onze laatste kandidaat, Pietje. Pietje gaat proberen om de vork van te houden. Pietje, hier is de vork. Hou vast, Pietje. Hou vast. Houd die vork vast, Pietje. Houd die vork vast. Ja, 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 ja. Maar je hebt wel de beste tijd, Pietje. Ja. En daarom heb jij gewonnen deze prachtige lamp. Ja. Hier is de lamp. Ja. Hier is de lamp, Pietje. Ja. Alsjeblieft, voor de lamp. Oh, de lamp is gewoon. Oh jee. Nou, ga maar weer weg, Pietje. Ga maar weer weg. Scheer je weg. Ja. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Spastische. Hou de vork vast.